Welkom en leuk dat je weer kijkt naar Met een Zachte G. Zoals je ziet zit Bram hier niet vandaag, maar ben ik het. Hij zet zijn carrière binnen Met een Zachte G voort op ander gebied. Deze week hebben we hele leuke dingen gedaan. Ik ben namelijk naar het Natuurmuseum Brabant geweest in Tilburg. Ik heb zometeen twee gasten op de bank die iets komen vertellen over de schoolschrijver. En we sluiten weer af met een vraag aan de Tilburger. Maar we beginnen vandaag met ons nieuwe item Gekexperiment. De vorige keer testte Adeline of kleur effect heeft op onze smaakpapillen. Deze keer was het aan Charlotte de Beurt om de wetenschap op de proef te stellen. Vandaag weer een nieuw gekexperiment. Het item waarbij we het gedrag van Tilburgers gaan onderzoeken. En deze week gaan we aan de slag met nudging. Want uit Engels onderzoek blijkt dat het gedrag van mensen beïnvloedt. We gaan onderzoeken hoe het bij onze Tilburgers zit. Naast mij zit Floortje Coot-Peters en zij is communicatiedeskundige op de Fontys in Tilburg. En aan haar gaan we nou vragen, wat is nou nudging precies? Nudging, ja, dat is een interessante vraag. Nou, een nudge is eigenlijk in het Engels een duwtje, hè? Een duwtje in de rug. En je merkt heel vaak dat je dus probeert om mensen kennis aan te leren en om ze bepaalde houding... Dat ze een bepaalde houding aan gaan nemen, hè, ten opzichte van het onderwerp, maar dat ze vervolgens het gedrag niet gaan vertonen. Dus toen is er gezegd, hey, misschien moeten we direct met een prikkel op dat gedrag gaan zitten. En communicatie is daarbij eigenlijk ondersteunend. Dus het is ook wel een beetje een paradigma shift in hoe je gedrag kunt beïnvloeden. Oké, en noem eens wat voorbeelden dan, waar moeten we aan denken? Wat ik zelf altijd wel een interessant voorbeeld vind, is wat de overheid ook doet, hè, is dat ze de weg proberen te verkleinen door het tekenen van fietspaden. Hè. Nou, ik heb dus als automobilist de keuze van, nou, ik kan over die lijnen heen rijden. Maar op een of andere manier wordt die weg dus optisch verkleind, waardoor ik dus langzamer ga rijden. Maar wat eigenlijk natuurlijk... Ja. Vreemd is, want ik kan er gewoon overheen. Maar dat is ook niet typerend aan nudging, is dat je dus altijd de keuzevrijheid hebt om het alternatieve gedrag te vertonen. Zoals we net hebben gehoord, is nudging dus eigenlijk niks anders dan het onbewust een duwtje in de goede richting geven. Nou, afval is altijd al een groot probleem geweest en mensen gooien het op straat weg of nemen dus niet eens de moeite om het in de prullenbak te gooien. We hebben een hinkelbaan gebouwd en op die manier proberen we dus mensen onbewust toch hun afval weg te laten gooien op een leuke manier. Om te laten zien hoe het moet, geef ik het goede voorbeeld. Zo, en nu de rest nog. Zoals we dus hebben gezien, werkt nudging wel degelijk. Onze hinkelbaan was een groot succes. En laten we nou maar eens even kijken wat onze gekexpert ervan vindt. Ja, dankjewel Charlotte. Wat zag het er daar weer goed en schoon uit. Zo zie je maar weer dat als je mensen op een creatieve manier een duwtje in de juiste richting geeft, de kans groter wordt dat mensen onbewust gewenst gedrag gaan vertonen. Ik zeg bravo Tilburgers, laat je maar lekker nudgen en ga zo door. Dus als je nog eens iets voor elkaar wil krijgen bij iemand, gebruik nudging. Bij mij op de bank komen zitten is kinderboekenschrijver Eus Rovers. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Eus, vertel eens, je bent kinderboekenschrijver. En wanneer begon dat allemaal? Dat is ooit begonnen op, officieel op 5 mei 2005. Vond ik wel een mooie dag, bevrijdingsdag, om voor mezelf te beginnen. Dus ingeschreven Kamer van Koophandel, BTW-nummer aangevraagd. En sindsdien noem ik mezelf schrijver van allerlei teksten, maar voornamelijk ook van kinderboeken.
Daar ben ik het bekendst mee. Of het minst onbekend, zo kan je het ook zeggen. En wat is nou een typisch Eusboek? Kort, liefst korte verhalen. En er moet wel iets, een beetje een andere invalshoek dan normaal. Dus proberen wel een originele draai aan de tekst te geven. Dus ja, het liefst een glimlach. Hoeft niet heel, geen bulderlach, maar het is mooi als ze glimlachen om mijn verhalen. Dan heb ik een groot deel van mijn missie bereikt. Dan ben je blij. Ja. Maar naast kinderboeken schrijven ben je nu ook schoolschrijver. En schoolschrijver is een landelijk project, heb ik begrepen. Ja, klopt. En daarvan doen 10 scholen mee in Brabant, waarvan er 3 in Tilburg. Ja. En jij zit op de OBS Triangle. Ja, ik zit sinds eigenlijk dit schooljaar, vanaf begin februari, op de Triangle hier in Tilburg. Vorig jaar zat ik op andere school, de Lochtenberg. En dat is heel goed bevallen. En nou op de Triangle nog niet zo heel lang bezig, maar dat ziet er ook allemaal goed uit. Dus leuk. Enthousiaste leerkrachten, heel belangrijk. Kinderen die doen volop mee. Dus ja, dan ben je al een heel eind. Ja. En wat houdt schoolschrijven zijn nu precies in? Sorry. In principe, ja, kijk, als schrijver kom je regelmatig op een school, vaak in de kinderboekweek, maar dat is ad hoc, dat is een uurtje. En het schoolschrijver is het traject. Dat kracht denk ik van het traject is dat je gedurende een half schooljaar komt. Dus die kinderen, het is niet als je een keer een les niet helemaal af hebt, dan ben je gewoon een week later ben je er weer. En je hebt ook 3, in mijn geval ook 3 vaste klassen. Dus die kinderen gaan ook op een gegeven moment aan je wennen. Je hebt meer het idee dat je ook een band met ze opbouwt. Niet alleen dat je ze vooruit ziet gaan qua taal, maar ook dat je een beetje... Ja, met elkaar. Je kent die kinderen bij naam. Ja. Dat is normaal niet als je 1 keer in een klas komt. En het is allemaal wat serieuzer en ook denk ik wat doeltreffender dan af en toe maar ergens een bezoekje brengen. Ja, en wat doe je dan tijdens die lessen met de kinderen? Ik doe heel veel korte schrijfopdrachtjes. Dus ik kijk even wat we de vorige les hebben gedaan. Maar wat ik belangrijk vind, verschillende tekstsoorten. Van een column oefenen tot een nieuwsartikel, tot een sprookjesverhaal, tot een saai verhaal. Gedichten, alles wat met mijn tekst te maken heeft, daar probeer ik ze te prikkelen. Dus ze hebben eigenlijk iedere les wel een afgeronde tekst zelf gemaakt. Die ze dan een aantal ook weer mogen voordragen. Dus dan hebben ze die combinatie van schrijven en ook voor moeten dragen, voor een publiek presenteren. En ja, dat zie ik nou ook bij de Triangle. Ik hoef eigenlijk nooit te vragen wie wil er, maar ik moet ze remmen, zeg maar. Ja. Van ja, je kunnen niet allemaal, dus dat is ook een goed teken. Dan, pak positief uit. Ja, ik moet zeggen, het is de wisselwerking ook. Hè? Van, ik stel me heel open, kwetsbaar is een groot woord, maar op. Ik ben gewoon mezelf en ik zie dat die kinderen daar ook op reageren van. En dat die daardoor ook weer meer initiatief tonen. Dus die afstand is er eigenlijk vanaf begin niet. Nee. Dat is heel prettig. Erg fijn, ja. Ja. Eus, erg bedankt dat je er was. Ik vond het heel leuk. Okay. Nog veel succes op OBS de Triangle. Oké, dankjewel. Zometeen praten we verder met meester Joost van OBS de Triangle over de schoolschrijver. Eerst gaan we naar Gas erop. Deze keer was ik in Natuurmuseum Brabant in Tilburg en het was een ware ontdekkingsreis. Bij museums denk je al vaak aan bepaalde kunst, zoals beeldhouwwerken of schilderijen. Maar dat is niet de enige kunst. En dat heeft Natuurmuseum Brabant in Tilburg zeker wel begrepen. Hun zien namelijk de kunst van de natuur. En daar ga ik vandaag een kijkje nemen. Wat is er allemaal te zien in Natuurmuseum Brabant? Er is een heleboel te zien. We hebben 3 verdiepingen, een begane grond, een eerste verdieping en een tweede verdieping. We staan nu op de begane grond waar het skelet van de potvis te zien is, maar ook een tentoonstelling over de ijstijd. En op de begane grond is onze O-zone. En dat is een heel populair onderdeel van het museum. Daar kunnen kinderen en volwassenen zelf een onderzoekje doen. Ze kunnen daar met een pasje scannen en dan krijgen ze materiaal waar ze zelf mee aan de slag kunnen. Op de eerste verdieping hebben we 2 tentoonstellingen. Op dit moment zijn dat De Ware Wolf en Jeroen Bos. Maar we zijn daar bezig met een nieuwe tentoonstelling over Brabantse landschappen. Op de derde verdieping hebben we nog eens 5 zalen, waarvan de laatste nieuwe aanwinst is Bos. Dat staat voor Beleef, Ontdek, Samen. Nou, dat is een heel interactieve zaal met projecties op de vloer en projecties op de muur.
En daar kunnen de allerkleinste tot 8 jaar ook een beetje zelf aan de slag met onderzoekjes. In plaats van een pasje krijgen die een tak die ze ergens in moeten steken, gaat er een luikje open en daar zit eigenlijk een soort eigen wereldje in, waar zij zelf mee aan de slag kunnen en onderzoekjes kunnen doen. En het idee is dat zij de digitale boom die daar staat helpen om de juiste dingen aan zijn takken te krijgen, zoals dat hoort met echte bomen in de verschillende seizoenen. Maar jullie hebben niet alleen, zijn jullie actief in het museum, ook buiten het museum door middel van een app. Kun je daar iets over vertellen? Ja, we hebben een app ontwikkeld. Dat is een samenwerkingsproject. Dat doen we samen met Brabants Landschap en Campus Landschap. Maar ook de gemeente Tilburg is daarbij betrokken. Dus we hebben wandelingen gemaakt door de gebieden van Brabants Landschap en Campus Landschap. Dat is in België. Maar ook door de gemeente Tilburg. En onderweg krijgen de mensen opdrachten. Die zijn altijd binnen een bepaald thema. We hebben bijvoorbeeld een route die start hier op het voortrein van het museum. Dan kun je één route doen die heet Rode Robin. Het gaat over een roodborstje, een vogeltje wat je het hele jaar door overal in de stad tegen kan komen. En een andere vogel die je ook het hele jaar tegen kan komen, namelijk de stadsduif. Dus je gaat onderweg opdrachten doen binnen die thema's en daarmee verdien je badges. Zoals je kon zien is er genoeg te beleven en te zien in Natuurmuseum Brabant, zowel voor jong als oud. Het is dus zeker een aanrader. Nou, zoals je het ziet had ik het hartstikke naar mijn zin. Die kinderafdelingen die bevallen me wel. Over kinderen gesproken, naast mij is komen zitten Joost Henskens. Joost is meester in groep 7-8 op de OBS De Triangle. Ja. Joost, vertel eens, hoe bevalt de schoolschrijver? Ja, bevalt goed. Eus is nog niet heel lang bij ons op school, maar de eerste indrukken zijn goed. Veel plezier en vooral creatief schrijven, dus dat is wel heel erg gaaf. Ja, en hoe is jullie school erop gekomen om mee te doen aan schoolschrijven? Wij werden er in eerste instantie erop geattendeerd door onze directeur. Ik had er zelf nog niet van gehoord, maar toen zijn we ons gaan inlezen, informatie verzameld. En het is een hele mooie manier om het taalonderwijs, wat toch wel regelmatig wat saai kan zijn, nieuw elan te geven op een leuke, gave manier te doen. Ja. Ja, dus het is nu jullie tweede keer dat jullie eraan meedoen? Ja, tweede schooljaar. Dus voor mij ook de tweede keer dat mijn klas meedoet. Ja, en zie je al verandering ook bij de kinderen? Of dat ze nu het al beter snappen? Of? Wat we vorig jaar heel mooi zagen is dat het niveau echt van het schrijven echt omhoog ging. Van de standaard rijmende gedichten naar echte gedichten die best wel diepzinnig waren. En gingen over bijvoorbeeld aanslagen in Brussel bijvoorbeeld. Maar ook kinderen die een heel verhaal konden schrijven of een recensie over een bepaald videospel. En het is gewoon heel erg tof om te zien dat daar zo'n mooie lijn in zit. Ja, en wat maakt het nou zo belangrijk voor de kinderen dat ze bezig zijn op die manier met taal? Omdat ik denk dat je met taal is een belangrijke manier om je uit te drukken. En vooral de kinderen die bij ons op school zitten, die vinden dat lang niet altijd even makkelijk, spreken ook niet altijd even goed Nederlands en hun ouders ook niet. Dus om het op zo'n motiverende manier te leren met dingen die ze echt tegenkomen en echt zelf kunnen maken. Dat werkt gewoon veel beter naar mijn ervaring. Die motivatie is veel hoger en het resultaat daarmee ook. Ja, heel fijn. En hoe lang hoop je hier nog mee bezig te kunnen zijn? Ja, heel lang. We zijn zelf bezig met het oprichten van de kinderpersbureau. Dus, en daar zijn we al heel veel mee bezig. Dus met onderwerpen verzamelen, kranten lezen, het bedenken van een huisstijl tot de intro tune enzovoort. Om hiermee bezig te kunnen blijven zijn. Ja, dus dat is wel een gaaf project. Ja. Ja, snap ik. Nou Joost, heel erg leuk dat je er was. Nog heel veel succes met de schoolschrijver en dankjewel. Met Eus natuurlijk. Dankjewel. Het zit er alweer op, mijn eerste keer in de studio. Zoals gewoonlijk sluiten we af met een vraag aan de Tilburger. En deze keer vroegen we, ga je stemmen? En zo ja, op welke partij?
Volgende week zijn we er weer. Houdoe. Nou, ik denk erover om eigenlijk blanco te gaan stemmen. Ik heb geen idee. Ik ga stemmen op VVD, want ik heb gemerkt dat de VVD de laatste aantal jaren heel erg vooruit gaat. En dat boeken in binnen het onderwijs heel groot zijn. En dat, daar heb ik wel het idee mee dat ze daar verder op ingaan. Ik weet eerlijk gezegd niet welke politieke partij ik ga stemmen. Ik heb ook nog niet echt goed daarvoor ingelezen. Ik stem GroenLinks. D66, want ik wil die 14e maand wel. Ik ga het wel doen, want het is wel belangrijk dat iedereen zijn stem laat horen. En dat hij niet verloren gaat. Nou, ik heb besloten om op de VVD te stemmen. Omdat ik vind dat zij gewoon een directe aanpak hebben. Zij stimuleren jong ondernemers. Ze stimuleren ook de economie, naar mijn mening. Ik weet nog niet zo goed op welke partij ik ga stemmen. Ik ga eerst nog een kijkwijzer invullen. En dan ga ik even kijken naar welke partij. En ook voor het huidige stelsel, zoals het zit met studenten. Het herinstellen van het leenstelsel. Van de studiebeurzen. Daar ben ik het gewoon heel erg mee eens. Ik vind ook dat zij duidelijk zijn in debatten. En dat zij niet om de feiten heen draaien zoals het nu is. Dus ik heb gekozen om op de VVD te stemmen. En dat heb ik gedaan door gewoon de stemwijzer in te vullen.